Dus ik zeg Loesje, wat zeg jij dan? Geen idee. Ik heb echt geen idee wat je bedoelt. Nee, posters? Plakken op de muur. Poster plakken. Loesje is vandaag 40 jaar en te ere daarvan worden er vandaag volle posters geplakt. Wij spreken vandaag een van de drijvende krachten achter Loesje en krijgen antwoord op de vraag, wie is Loesje? Daan, jij bent medewerker van Loesje. Dat klopt. Wat of wie is Loesje nou? Loesje is een personage dat begin jaren 80 gecreëerd is om een vrolijke noot toe te voegen aan het actiewezen van de jaren 80 toen. Dat was allemaal heel negatief toen. Je weet wel, de krakersrellen en rookbommen en vechtpartijen. Mm-hmm. En de ouders van Loesje, zou je kunnen zeggen, die wilden ook graag wel merken aan een betere wereld. Maar dan wel door voor dingen te zijn. En niet door alleen maar tegen te zijn. Mm-hmm. Dus ze bedachten een meisje, een jonge vrouw, die onbevangen de wereld inkijkt. En denkt van, goh, kan dat niet anders? Kan dat niet beter? En dat is het personage Loesje geworden. En die is nu al 40 jaar, een jaar of 18. En hangt nog steeds op de Nederlandse straten. Hoe zijn jullie eigenlijk op de naam Loesje gekomen? Daar heb ik al zoveel verschillende verhalen over gehoord dat ik het niet... Het is een legende geworden, een mythe. Het is een legende geworden. Het is wel, men wilde het een meisje maken. En men vond Loesje gewoon een leuke frisse naam. Als ik zeg Loesje, wat zeggen jullie dan? Loesje? Ik zou het niet weten. Ja, ik denk aan een restaurant. Nee, dat is Loetje. Oh, is dat Loetje? Loesje? Nee, ik weet het niet. Dat zijn toch die spreekwoorden? Ja, dat zijn quotes. Posters en... Dat is wel leuk. Loesje? Ik weet het eigenlijk niet. Loesje zijn quotes. Quotes, posters. Oh ja, van die posts, van die memes zijn dat, dat je vaker op internet ziet, toch? Ja. Ja, Loesje quotes, ja, ik ken het. Kaartjes, hele leuke teksten. Ja. Mooie teksten. Wat vindt u ervan, van die teksten? Ja, ik vind ze geweldig. Ik vind ze echt geweldig. Als ik zeg Loesje, wat zeg jij dan? Geen idee. Ik heb echt geen idee wat je bedoelt. Nee, posters? Plakken op de muur. Poster plakken. Ik ken Loesje wel, ja. Ja? Maar ik kom zo niet op een quote van Loesje. Ik ken alleen maar die met die scheurkalender. Met die, ja, nou. Oh, is daar is het ook van. Oh, sorry. Ja. Ja. Nee, die heb ik niet gezien hier in het centrum. Nee. Dus we zijn vandaag 40 jaar geworden. Loesje is 40 jaar geworden. Oké, nou gefeliciteerd Loesje. Wie bedenkt dan eigenlijk die teksten? Bedenk jij ook wel eens teksten? Het is altijd een groepsproces. Dus we zitten altijd met een groep mensen, zijn we bezig aan het schrijven. En daar hebben we verschillende technieken voor om mensen een beetje op gang te helpen en een beetje door de zelfcensuur heen te breken. En dan verzamelen we dat en dan kijken we van wat zijn goede teksten. En soms wordt er nog wat aan gesleuteld. Hoe gaan jullie een beetje met de tijd mee? Want het begon natuurlijk in principe met posters plakken en je hebt Instagram. Ja, we hebben dus inderdaad flinke sociale media aanwezigheid. En zo kijken we steeds van wat biedt deze tijd aan mogelijkheden om onze boodschappen uit te brengen. Ja. Dus het is en digitaal en nog steeds gewoon de straat op. Ja, ik vind het een beetje simpel. Maar wel, het kan je af en toe helpen in het dagelijks leven, denk ik. Op het moment dat je zo'n quote ziet en je kan jezelf daarin herkennen, denk ik wel dat het fijn is. Ik weet wel dat het een soort groep van mensen is die teksten samenstelt. Ik heb eens ooit een keer op internet gezocht, maar dat is lang geleden. Dus verder, ja, ze zijn heel scherp. Ja. En ze leggen altijd wel de vinger op een grappige manier op de wonden. Ja, ja. Wel brutaal, denk ik. En leuk, grappig en brutaal. Waar zoek jij meestal quotes op? Zoek je dat op Insta op? Of? Ja, voornamelijk op social media. Dus voornamelijk op Instagram, Facebook en dat soort dingen. Op Instagram zie je ze heel vaak voorbij komen. Dus. Heb je ook bepaalde accounts die je volgt? Nee, er zijn geen specifieke accounts. Ja, je hebt wel eens van die accounts, van die miljonair accounts, weet je wel. Die... positive life quotes, dat zie je dan accounts van, ja, ik volg het niet specifiek, maar ik vind het wel leuk om te zien. Maar gek dat ik nou niks kan bedenken, jij wel? Ja, waarom moeilijk doen als het samen kan? Wat een goeie! Nee. Ja, wat vind je van die quotes? Heel veel mensen denken maar dat ze het altijd alleen moeten doen en dat het allemaal heel zwaar is en heel veel. Zelfs als je een keer mijn schoonmoeder bijvoorbeeld bel, dan komt dan een heel eind. Nou, dus het verenigt ook een beetje eigenlijk? Ja, ik denk het wel. Dus jullie hebben een jubileumboek uitgebracht. Een jubileumboek, ja.
Maar het lijkt simpel en dat is het ook. Dat is het een beetje. Het hoeft niet moeilijk te zijn om een impact te hebben en om mensen te bereiken en om de wereld een beetje te veranderen. Je kunt gewoon in je eigen straat beginnen. Je kunt gewoon in je eigen, door posters te plakken. Of het kan heel, heel klein zijn en toch grote impact hebben. Ja. En al heeft het geen grote impact, ga gewoon de straat op, ga dat ding doen. Ja. Probeer jezelf te uiten, probeer mensen aan te spreken. En je weet, misschien zie je niet het direct effect, maar je bent wel gewoon bezig om de wereld mooier te maken. Deze eerste eigenlijk wel gelijk heel toepasselijk, okay, want de woningnood, daar heeft mijn hele generatie last van. Nou, proficiat, Loesje. Ja. Ik zeg Loes, fijne verjaardag en maak er iets tofs van. 40 jaar, ik zou zeggen ga door, want we hebben iets aan jouw memes. Zeker, ja, top.